Het is wel verdiend, die 4-2. Ja, dat is mooi. Je valt in en je wordt gelijk uitgeroepen tot man of the match. Dat moet voor jou een opluchting zijn. Ja, zeker. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. De periode ging het niet zo goed. En zo'n wedstrijd geeft je natuurlijk wel heel veel zelfvertrouwen weer. Dus top. Super. Je wint vandaag met 4-2 van WHC. Hoe kijk je op deze wedstrijd terug? Ja, met een tevreden gevoel. Ik denk dat het een zware wedstrijd was. Waarin wij de betere ploeg waren. De meer voetballende ploeg. We kregen ook de meeste kansen. Maar goed, als je dan op een gegeven moment op 2-2 staat, dan... Dan komt het toch neer om even die omschakeling te maken, nog voor de winst gaan. En ik moet zeggen dat we er hard voor hebben gewerkt, maar het is wel verdiend, die 4-2. Op een gegeven moment dan valt er ook een stukje spanning weg als je dan goed in die wedstrijd zit. En dan gaan er veel meer dingen lukken. Dus ja, dat is mooi. Ja, zoals eigenlijk de trainer het ook al zegt, het begint met hard werken. En toch wel bijvoorbeeld een Chris van der Meulen in stelling brengen. Die maakt zijn actie dan wel. En die gunt ons ook wat rust in de verdediging. En dan gaat hij een keer vallen. Dat weet je gewoon een keer. En gelukkig viel hij ook. Na een paar kansen, dat wel. Maar het belangrijkste is dat we wel de schouders eronder hebben gehouden met z'n allen. Het is uiteindelijk nog wel mooi hoe je wint natuurlijk. Je komt op een gegeven moment nog weer gelijk. En dan merk je gewoon met z'n allen dat het gewoon moet. En dan ga je erachter staan met z'n allen. En dan is het natuurlijk mooi dat je die overwinning binnenhaalt uiteindelijk. Nou ben je natuurlijk een oude rot in het vak. Je hebt de laatste tijd ook meegemaakt in de kleedkamer. Hoe omschrijf je zo'n periode? Ja, het is misschien niet de leukste periode, maar goed. Weet je, je moet het wel samen doen en je moet er samen uitkomen. En wederom dat hard werken, daar begint het wel mee. Ik bedoel, voetballen kunnen we allemaal. Alleen, soms moet het geluk een beetje mee zitten. En we wilden ook iets dichter bij het doel van de tegenstander spelen. Want we kwamen gewoon weinig in de buurt van de 16 van onze tegenstander. En nu wilden we wat meer druk naar voren geven. Ik denk dat wel bij Vlaag gelukt is. Dus dan heb je eerder de bal en kan je wat meer op de helft van de tegenstander spelen. En ik denk dat je dan met jongens als Chris en Kirim in de voorste lijn wel creatieve jongens hebt die dat af kunnen maken. We gaan volgende week naar Aalten toe, naar AZSV, de hekkensluiter in de hoofdklasse C. Jullie zijn nu vol van vertrouwen? Je moet gewoon die lijn doorzetten nu. Je wint die wedstrijd nu. En je moet hopen dat je weer wat vrijer gaat spelen nu. En je moet die lijn gewoon doorzetten, vind ik. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja, ik denk dat het moet ook zeker niet onmogelijk zijn. En we moeten gewoon weer beginnen met hard werken, goed trainen. En dan hebben wij de kwaliteiten om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Maar goed, alle neusjes moeten wel weer dezelfde kant op staan. Anders.